kombuis wordt met trots geborgd door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Het is vrijdag, het is naweek en om alles te kroon is het lang naweek. So dit geeft mens genoeg reden om niet broos te wees nie, want ons maak chocolade framboos. Nee? Ja. So iets, Pally, so welkom. Dank je. Wat slaan ons aan elkaar vandaag? Ja, so ons doen vandaag chocolade en framboos, wat natuurlijk raspberries is. Mm-hmm. Delice, wat directe vertaling van Frans is eigenlijk maar delicious of delicatessen is. Ja. En wat lekker is van hierdie is eigenlijk amper soos een chocolade brownie. Maar bietjie, hoe kan ik zeggen, rijker en bietjie zachter. Is niet zo. Hij heeft ook wel lekker gooiness aan die binnenkant, maar hij heeft niet nog harde krast aan die buitenkant, wat mensen natuurlijk van een brownie krijgen. Ja. So, ons kan sommer afskop en ons kan net twee eiers in een pan breek, mm-hmm. of in een bakkie breek. En wat ons gaan bijvoeg, daarso is net twee eetlepels van cacao. En ons gebruik gewoonlijk, daar is twee verschillende cacao's die je kan gebruiken, maar ik gebruik altijd unsweetend, want ek gaan nou suiker hierby gooi. So, een dubbel versoeterkie dan. Ja, en dan mens wil nie altyd dit natuurlijk hê nie. En ons gaan dit net lekker meng en net sorg dat die eiers en die suiker lekker saamkom. En saam met dit wat ek gaan bijvoeg is net, gewoonlik sit mens botter in brownie resepte. Ja, as ek goeders, ja, maar gesmelt wat hulle mos maar gewoon het. Ja, so ons vir vandag se resep, en om het een bietjie interessant te maak, gaan ons oor ons rarige goeie chocolade gebruik. En rarige goeie cacao power kan ons Biwas olijfolie hierby gooi. Nou, dit is een gesonde element wat ons ook ingooi. Gesonde element van vrijdag se lang naweek. En die lekker ding van die olijfolie is, het is ook nie te sterk, hoe kan ek sê, smaak nie. So, jy gaan nie dit rarig proe op die einde van die dag nie, maar dit gee daai rarige chocolade element. Ons het hier so bietjie gesmelte chocolade wat eindelijk half bietjie afgekoel het tot klaar. Ons gaan dit net bijgooi by hierdie. Dit lyk lekker. En die idee is dat op die einde van die dag dit vorm half sy eie custard. Ja. So ons gaan nou net om een bietjie op te top, gaan ons net letterlijk so 100 ml se room bygooi. Okay. En dis vol room. So jy hoef nie te klop of te niks nie, jy gooi letterlijk net die normale room by om hy roomtekstuur dan nou te kry. Ja, so wat nou gaan gebeur is precies, hy gaan nou so lekker saamsmelt en ons gaan het, weet hy gaan nou half een custard begin vorm terwyl hy kook oor hy nou eiers en room en chocolade en alles saam is. Want ons is lekker pan hier so en wat ons gaan doen is, ons gaan net van hierdie framboos hier onder ingooi en een bietjie van een bietjie pistachio neute, want ons moet maar een bietjie crunchiness daar so in hê. En dan gaan ons letterlijk hierdie deeg of hierdie mengsel net oorgooi. Sjo, dit lyk na besigheid hoor. En hy is nog eers gaar nie. Ja, nog nie. En dan gaan ons hom nou net in die oond sit vir so op 160 grade vir so 30 minute. En die idee is dat jy hom uithaal en hy moet nog 'n bietjie wobbly in die binnenkant wees. En ek neem aan die beste is dan om warm te bedien, maar ons sal nou daarby uitkom wat die mens daarmee doen en die smeer. Ek het dit al, denk ek, vir jou voorheen ook gevra, maar die type chocolade wat die mens gebruik is redelijk belangrijk. Mense sien dit altijd as, ach man, dit is maar net een bestanddeel, maar hoe belangrijk is dit? Ek denk, vooral in sulke type nagerechte wat jy wil bak in die oond of wil set, denk ek is nogal belangrijk om een goeie chocolade gebruik wat een hoë cacao butter content het. So 60-70% cacao butter is altyd die beste een. Dit split nie so makkelijk nie, dit werd nie makkeliker, dit is nie noodwendig, die bitterheid van die chocolade is nie noodwendig gekoppel aan die 60-70% cacao butter nie, want die mens krijg diepte van flavors en krijg ander geure, het hang af waar dit vandaan kom. Dit klink fijn na besigheid, Pally, terwyl daarin nou besig is om gaar te word. Jy kan ingeskakel bly, want later wys ons vir jou natuurlik hoe ons die gaan opdien. Ons is besig om 'n delikante of delikate chokolade, chokolade framboos te maak. Dit ruik baie lekker en die voordeel van alles is dat ons dit vinnig aan mekaar kan saam. Ek het nie noodwendig so baie lang tyd nodig nie. Soos jy nou kan sien, ons het letterlik, hierdie was omtrent so 10 minuut in die oond. En ek wil nou net vir jou wys, as ek nou sê, hy moet nog 'n bietjie wobbly wees, as jy hom so skud, kan jy sien, hy is nog lekker, eindelijk half. Jy sien nog die celluliet. Ja, jy sien nog bietjie die celluliet, weet, wat so bietjie skud. En dit is nou precies wat mens wil hê, en dan laat jy hom net, hy moet net lekker koud word, want die chocolade moet obviously nou net weer, hoe kan ek sê, set. Ja. Dan kry jy half hierdie tekstuur, en soos jy kan sien, hier soos die framboos wat die half in die onderkant is, en
Dus zoals ik zei, hij is niet zo hard zoals een chocolate brownie, nie, maar hij is die textuur of die gooiness is nog steeds daar. Ja. En jij kan hier op twee manieren bedienen. Of je kan hem weer terug in die oond sit en hom een beetje warm maak, of vandaag bedienen ze hem een beetje koud, of net zo'n kamer temperatuur. Ja. En dit is net dat die chocolade niet verschrikkelijk hard is. Ik zal net nooit uit die ijskast uit direct bedienen. Direct bedienen. Die chocolade of een beetje hard. En zo'n type iets, is het iets wat je kan, zeg maar die deeg, is het iets wat je zal kan stoer en kan je kan het maken, je kan het vries zelf als je wil. En je kan hem dan niet ontvries helemaal en dan voor je een bak. So dit is eigenlijk een lekker recept als je groot batch wil maken, een klein beetje zoals hier die pannetje wil maken. Ja, want mensen wonen er altijd. Je weet dat mensen het ook reeds aan elkaar slaan of tenminste die deeg het. So als je iets moet doen, zit het toch gaan in de pan en weer gaan. So, samen met dit het ons net zo'n beetje ons framboos jelly gemaakt. Ja. En ons het agar-agar gebruik vir hier. Agar-agar is een C4 product. Een niet gelatine gebaseerde product. En wat lekker is, dit is een baie fijn textuur. Ja. So as jy dit nou in een jelly vorm wil inmaak, soos hierdie nou, dan is het al vir een textuur wat sy vorm bietjie meer hou. Ja. En is ook 100% vegetarian of vegan, so vegan friendly. Ja. Saam met hom gaan ons net een bietjie matcha. Matcha is een groen thee blaar wat hulle fijn meng. En ons gaan net so'n bietjie van hierdie sommer so halwe eetlepelkie en een bietjie yoghurt ingooi. En matcha is die antioxidante, is soos die derde hoogste antioxidante in, wat mens kry in groen thee. En hierdie poeier kan jy natuurlijk in alles ingooi as jy rarig wil. En net het halve, jy kan jou vinger hier indruk as jy wil. Ruik dan. Of jy kan bietjie ruik, dit so halve. Vat my vingerkie. Dit het so halve, amper gebranderige of nogal een diep rokerige smaak wat hy het. Het is net een neet type iets. Ja, en is net een gedroogde groen thee wat eindelijk half in een poeiervorm ingesit is. En wat ons gaan doen samen met dit, ons kan sommer eindelijk so lang bykie begin opskep, is ons gaan net een bykie van hierdie framboos jelly vat. En dan het ek sommer so kammiekie gemaakt uit... Ach, dit is nou as jy wil fancy. Dit is nou as jy wil super fancy wees. En jy kan daarin gaan koop as jy wil, maar ons maak het sommer net sommer self. En dan gaan ons een bykie van hierdie framboos de lees daar opsit. En ek gaan sommer, ek het net van die yoghurt net in so'n klein piping baggie ingesit, so net om een bykie fancier te kan werk. Natuurlijk weer die kleer wat een belangrike rol speel in die verband, want mens eet moest maar eerst met jou oor. Natuurlijk, ja, en jy wil moest nog maar, as jy hierdie ding vir iemand by die huis maak en jy het bykie effort ingesit, dan wil jy moest maar hier het met mooi lijk. Gaan dit dan makkeliker af, is dit wat jy sê? Definitief. Maak jy dan nie vet nie? Nee, dit maak definitief nie vet nie, en dan jou gasten gaan ook baie meer af en hou. En dan net, om hom off the top, gaan ons net so'n bykie van hierdie matcha poeier, net so'n so oor. En dit gaan natuurlijk net ook een beetje extra van die diepte en geur gee. En het lijkt natuurlijk baie mooi op je bord. Dat is hy. Jy laat het altijd so, die eindresultaat lijkt altijd baie ingewikkeld. Maar as my saam jy koop, dan lijkt het eindelijk doenbaar. So dankie, Pallius. Ja, geef julle al die tips en tricks wat mense in restaurante doen. So daar het jy dit. Nou weet jy wat jy die naweek aan mekaar kan slaan, want is lang naweek. So geniet het. Welkom by die Groot Ontbijtse YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist en onthou ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe video materiaal by. So, as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Muis. Ja, daar is hy, daar ene, subscribe, daar is hy.